Goedemorgen collega's. Vandaag een studiedag. En zoals jullie weten kiest het Bornego College bij de professionalisering of het aanpakken van actuele leerthema's op onze onderwijsagenda voor samenwerkend leren. Een groot succes tot dusver. We hebben heel veel spin-off gemerkt al bij de aanpak van andere thema's. En zoals Wenger dat definieert, ontstonden communities of practice bij de verschillende vestigingen. Vandaar dat we ook vandaag het programma voor de studiedag 21ste eeuwse vaardigheden op dezelfde manier gaan aanpakken. Een voorbereidingsteam bestaande uit collega's van diverse vaksecties is bezig geweest met deze dag. En heel veel van hen zijn al enthousiast pionierend op dit gebied. En verder laten we ons ondersteunen door Janita Seinstra van inspiratiebureau Kriool, die de 21st Century Skills Game heeft ontwikkeld. Die gaan we vandaag ook doen. We gaan aan de slag met samen verkennen, oefenen en leren. En dat moet een opmaat zijn voor verdere uitwerking van innovaties op dit terrein binnen onze school. Dat past ook bij de actuele onderwijsagenda, want deze klas heeft zijn tijd gehad. Wij weten dat er op dit moment ontwikkelingen zijn, hele andere innovatieve klaslokalen. En misschien is dit klaslokaal nu op dit moment alweer verouderd. Het past bij onze toekomstgerichte blik om vandaag verkennend met dit thema aan de slag te gaan. Bovendien is het actueel, want wij zijn aan de slag met het vernieuwde programma van het VMBO Heerenveen, wat er op 1 augustus 2017 moet staan. En in de kern van dat programma staan deze vaardigheden en ondernemend leren centraal. Met andere woorden, er is urgentie. We mogen aan de slag. De tijd dringt. Hoe pakken we het vandaag aan? We zijn inmiddels onderverdeeld in 5 groepen van ongeveer 7 collega's. En per groep ga je aan de slag met een bijzonder vraagstuk, wat je zo meteen gepresenteerd krijgt. Het staat op een Padlet wall, een digitale muur, waar je zelf zo meteen je oplossingen voor dit vraagstuk, waar je je eigen creativiteit bij moet gebruiken, kunt plaatsen. Wij zijn heel benieuwd. We geven verder geen aanwijzingen. Het is aan jullie. En hieronder staat de link waar je je oplossingen kwijt kunt. Alle creativiteit die in de context van de 21ste eeuwse vaardigheden gebruikt kan worden, mag je aan de dag leggen. Zoiets zou eruit kunnen ontstaan. De Padlet wall met al jullie oplossingen die allemaal met dit thema, met dit vraagstuk te maken hebben. Wat gaan we vervolgens doen? We gaan als groep aan de slag met de game die Kriool heeft ontwikkeld, de 21st Century Skills Game. Met daarbinnen alle respectievelijke vaardigheden. Wat is nu interessant? Het is interessant om te kijken en met elkaar het gesprek aan te gaan. Waar sta ik als het gaat om deze vaardigheden? Ben ik een struisvogel die nog helemaal aan het begin staat? Ben ik een mier die hard aan het werk is, maar zeker nog geen expert? Heb ik al een bepaalde ervaring opgedaan? Ben ik de giraf in dit geheel? Of ben ik al de wijze olifant die op hoog niveau in een skill al thuis is en heel veel kan overbrengen op collega's? We zijn nieuwsgierig naar jullie bevindingen die je kwijt kunt op een Scrumbler wall. Ook een digitale wall waar je de digitale link zo meteen van krijgt. En zoals je ziet kun je per vaardigheid kwijt waar jij staat. Ook weer de basis voor een dialoog waar we verder over kunnen spreken. Na de pauze gaan we verder met The World Café. Een World Café waarin diverse hosts aan tafels, 3 rondes jullie gaan ontmoeten. De groepen gaan langs de tafels roleren en pakken een bijzondere stelling in het kader van dit thema van de 21st Century Skills aan en benaderen dat enerzijds vanuit een nachtmerriescenario, dan weer vanuit een droom en uiteindelijk vanuit een realistisch hier en nu scenario. Je gaat nadenken wat bijvoorbeeld nu al mogelijk gerealiseerd kan worden in jouw klas. Dit zijn de thema's die voorbij komen. Uiteindelijk is het laatste thema, welke succesverhalen kunnen we op den duur blijven delen met elkaar? Alle bevindingen, droom, nachtmerrie en realistisch scenario leg je vast per groep in een poplet, ook via je iPad te benaderen. De uitleg volgt zometeen. Ten slotte, gaat het om het vraagstuk in de afronding, welke 21ste eeuwse skills geef ik morgen al een plek in mijn les? De tafelhosts gaan helemaal digitaal met het groepje, met het laatste groepje wat bij de tafel was, aan de slag met een eigen presentatie. Een perfect pitch van 2 minuten met digitale toepassingen
waar je laat zien op welke manier jij morgen al aan de slag kunt in je klas. En tenslotte ronden we af met een filmpje over de 21st century learning, hoe dat er tegenwoordig uitziet. Thank you.